De opdracht van vandaag is simpel. Bouw een kaartenhuis van bierveeltjes. Maar wel eentje van minstens 4 verdiepingen. Wie daar het laatst mee klaar is, verliest het spel. Ik ben geen bouwer. Ik heb dit wel eens een keer gewoon met kaartspel gedaan. Maar dat schijnt wel moeilijker te zijn, dus steviger. Ja, ik heb het wel vaker gedaan, maar het is lang geleden. En het vraagt om steady hands. Ik doe liever gewoon lekker iets fysieks of met rennen of zo. Dit heb ik eigenlijk nog nooit gedaan, dus het is eigenlijk echt gewoon een gok wat ik nu ga doen. Ik heb geen geduld, dat totaal niet. Maar daarvoor ben ik al een beetje achter gaan zitten om iedereen te bekijken hoe hun het doen. En als ik er eentje neer zie vallen, dan blijf ik tranquilo en rustig. Het is een beetje het leven, hè, wordt het ook. Soms stort het als een kaartenhuis in elkaar en dan moet je het weer opnieuw opbouwen. Tegeltje. Bierveeltjes in de aanslag. Kandidaten klaar. Stapelen maar. Normaal, man. Kom op. Attentie, dit duurt te lang. Nog 1 minuut en dan ga ik ingrijpen. Nog 15 seconden. Gewoon doen. Jullie mogen even op adem komen.
Daarna hoeft jullie kaartenhuis slechts 3 verdiepingen hoog te zijn. Een makkie lijkt me. Je zou toch denken met mijn kroegachtergrond dat je een biertje moet of een dingetje moet stapelen. Maar ik weet niet wat er aan de hand is. Misschien heb ik vroeger gewoon te lang met de barbers gespeeld en niet te veel gebouwd of zo. Ik weet het niet. Normaal doe ik dit, dan heb je ook geen spanning, maar normaal doe ik dit zo. En nu, ik weet niet wat ik aan het doen ben, maar dit gaat echt helemaal nergens over. Die gladde tafel, kijk hier, dat gaat gewoon de hele tijd zo. Dus ik hoop dat als ik er nu een ondergrondje op maak, dat hij dan goed blijft staan. Het is echt heel lastig. En elke keer denk ik van, oh, dit gaat goed. En dan tik ik weer of dan stoot je die tafel. Ik had net bijna een toren van 3, dus die moet lukken, zou je denken. En ik ga ook gewoon zeggen dat het me gaat lukken, want dan visualiseer ik het me gewoon. Dit is bij mij een drama. Het is eigenlijk voor het eerst dat ik zoiets heb van, ik geef het op. Kandidaten klaar. 3, 2, 1... Ik dacht, nou, misschien gaat die 3 wel lukken. Op een gegeven moment was ik ook niet aan het nadenken, was ik maar meer aan het bouwen. Toen zag ik, oh shit, ik moet natuurlijk ook de hoogte in. En toen op het laatste moment eigenlijk, toen ze zeiden van dat Marfie af ging tellen, had ik net die punt er bijna op. Dus ik had bijna een derde toren gehad. Dus ik kan het wel, maar dan niet op tijd. Ja, weet je wat het op een gegeven moment is? Op een gegeven moment gaat dat trillende handje je gewoon tegenstaan. En dan denk je, nou, die heb ik wel onder controle. Maar in één keer, dan heb je dat niet meer onder controle en dan gaat die harder. En dat laatste stukje, ik dacht, kan mij het schelen. Ik zet hem gewoon neer. Ik knal dat ding erop, flikkert hij om, dan is het ook prima. En dan zien we het wel. Ik heb echt waar zeer genoten van mijn VIP-avontuur. Echt waar, ik heb het zo leuk gehad. En ik heb allemaal nieuwe vrienden erbij. En ik vind het zo jammer dat ik al alleen al voor de gezelligheid zou ik gewoon nog willen blijven. Ja. Denise, jouw kans om dit spel te winnen zijn even hard in elkaar gezakt als jouw kaartenhuis. Zo word je natuurlijk nooit een alleskunner. En daarom is het nu tijd om het spel te verlaten. Tot nooit meer. Toen ik daar keek, wist ik niet wat ik zag. Ze was ooit voor mij. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.